En van harte goeiedag, welkom. Dit is live vanuit de studio's van Inspiration FM. En ik bedoel DTV hoor, het is zoals inspiratie dat je het zegt. Welkom bij de studio. Dit is live vanuit de studio's van DTV. We zijn hier om een heel, ja, een heel ernstig item te doen over een jonge Surinamer die aangehouden is in Nigeria. Hij is dus dan aangehouden omdat men in parfums die hij zou hebben gebracht naar Nigeria, dat men daarin dus dan cocaïne heeft gevonden. En hij is aangehouden. Op een of andere manier moest hij dus dan aangeven dat hij schuldig is. En hij heeft een aantal jaren gekregen die hij moet zitten. Nou, hij heeft contact opgenomen met DTV, omdat hij dus dan een verschrikkelijke behandeling krijgt in de gevangenis. Verschrikkelijk. En natuurlijk ligt er ook een ander verhaal achter het schuldig zijn van deze jongeman. Is hij werkelijk schuldig en al die zaken? Wij gaan vanuit het cellenhuis van Nigeria, rechtstreeks vanuit het cellenhuis van Nigeria, praten met deze Surinamer. Hij heet Dada Lorenzo. Wij hopen dat na dit gesprek er wat gedaan zal worden voor hem. Want hij is in het cellenhuis. Niemand kijkt om naar hem. We weten dat er geen ambassade van Suriname is in Nigeria. Wel in Ghana, geloof ik zo. Dus zaken moeten geregeld worden zodat de ambassadeur van Ghana naar Nigeria kan afreizen om toch wel de minimale zaken te kunnen doen voor deze Surinamer. Naar wat wij hebben vernomen moet er eerst een brief gestuurd worden naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan moet het ministerie dus dan stappen ondernemen om opdracht te geven aan mevrouw Fidelia Grant-Gallon, die in Ghana is, om dus dan deze jongeman te bezoeken. Maar dat proces zullen wij dus dan opzetten. Maar goed, we hebben hem aan de lijn we gaan met hem praten. Je gaat een drukte horen, want hij is in het cellenhuis en kan hier wat zien drukte. Maar dat heeft alles te maken met waar hij is. Goed, Dada, faigo, brada. Faigo, rustig, mijn brada, Fafi. Faigo, faigo. Mooi, idee in het cellenhuis, no de? Ja, met de in het cellenhuis. Ah, oké. You de Mahori, kan ik je vertellen hoe je vaak contact de Mahori hebt? Wel, aten sambe nasra na mi beroko, mi bedo mi chin taxi business drai lodo. Maar wa pisteng amma be kosiki amma sire saba amma ko abiyari ba e gwade si fata ka be kosiki. Wardor a taxi business sire no be ko wakai sa pasara na de tim sila ngak motor api. No wan drama be bar mi taka manja ka rokanye e liver product dai sabie fe wan simoni. Ini te kontak kama mang frigo mi tama Brasil mi tama hotel da pe ma komit mi pe a Brasil baka tu de pe a Brasil no Brasil o Brasil okay ama komit mi ama komit mi da pe baka tu de da mata mi tak da o senwas ma kol ki wa cover nang a product samu liver na Nigeria. Da onderweg me go na airport kasi nuwa wagi kong chara a koffer gini. Gini e check in na Sao Paulo. De ask me me opa koffer me open. De si for three na nga parfum. Designer, black butter na nga parfum. Misref no sap taki na soan sanda ini. Dus in eerste instantie, ino be sap tak na kokaine di in de parfums? Nee. Dus ino be taki go lever de parfums gewoon na pe amata kim go lever di na Nigeria. Ya want ano wano mo na wa antal na trail like five update trail mini cola so de 24 ko mi na sabi 40 de in one three na fourth de three data gimi apoti wa sani a cover so de opa cover de ma check de ma tak mi kango ipsa mi na nga a cover no miti a cover go apart mi na apart mi waka. Adi udoro Nigeria ya, di me go take a comfort na papa.
alas ani me scan baka is de ma hoor mi wakti dus a cover go apart juga apart ya yeah, dus mi no cara cover gue na plane a cover check in mi check in me ka gue adi mi doro Nigeria mi sa cover baka ma di be check in pe be check in a Brasilia be check in to São Paulo Brasil Airport ya yeah, and no de ma no be fe cocaína. Nee, on na parfum de man ici. De man ask me for a coffer me open na de man check de parfum de poteng na scan na kombaka. De man tak mi kango. Mara no di gwa Nigeria di teki coffer. Abi de a sell of the coffer to? Ya yeah, a sell of the coffer abe de din take me coffer. A coffer dat na a coffer sa man gimi na apart. Mi coffer na mi krosi beda ini de sa na tu coffer mi bedi. Ya. I want some send kon gimi na underwear na apart. Dem take that e, dem ask me mi passport, mi sorry, dem attack, dem want check a cover, mi tak problem no de. Na check we charge na camera, ko check dem check dem code dem big code dem batra opo. Adi dem code dem batra parfum, want fi le code parfum da ene de kota trawang. Da pe a start, dem big siku ka in a inse. Mi sere skreki. Mooi, maar je legde me uit dat je nog hebt niks over dat Tori? In mijn statement, in mijn zijn verslag, sabi, schrijf je, want mijzelf schrijf mijn verslag. Met eigen man dat je nog sabi, mijn schuldig, want mijn schuldig en Assange na manipuleer, de man manipuleer me, de man draaien gimme, de man manipuleer me, mijn chara Assange also. Maar nu, die we door die de man hoor me, ama awa afkati koluku me, afkati teig me, taki, make me taki miskuldig, dat ik me tak miskuldig, dat we lus, awa lus man. En nu teig me, leg me uit tak sana abba kapisite yo taki skuldig. Oké, maar suma bij de advocaat, pe a voor advocaat dat mopo? Nou, voor Nigeria ja, en no wang sma de no poti, sakang vertaal gimi. Wat in berikata Queens van na Nederlands we taki na Nederlands we usabi en na Engels me first time change so mati de mango DP me ne first time next en next me no be first time na kurutu dus da advocaat taki im tegen im tak taki schuldig dus ja da de ma usete snel tak mi kagwa mi kondre baka maar sa meshi na lawa malau mi mi tak dat is de man send me pas straf dat man bangen en baka di taki schuldig dat de man nak straf gi di mi tak mi schuldig de man go antra de baka wamu ne ugo baka adi ugo baka pe mit napu dape in asani mit nap dape de mai taki in English in Engels de mai taki baka wa yuru lang adi mi eram nanga adjustment. The man no give no one can stack it if you have one last word for taki of so and so next. The man bang on me. How many years the man give? The man give 13 years. 13 years? Yeah. Man, I don't know how many cocaine are the man find in the parfums? The man find 9.9. Kilo? Yeah. Boy. Moi dan no is do ina salaris de maputi ina salaris ina sap nuance madape. De man charme kona patako maximum person with denanga bena for du sus maja. En na omesot model man de jaya man sai ket man sai kiri man sai disien. De mister man sama de di wakam braja na sus masa abu belang. Omes mana omes mai di na kamera? Udanga fertak maja so. Fertak mai na kamera. Ya wardor mino abedi mina tapa gromet dong ala miskinga omesot sani ala miskinga omesot kras krasi ya sani situasi air jaso tapa gromet dong miskin ekis omen bakteri sam no besap na miskin din beda mi kondre omen bakteri miske opo datara no de javisi gua datara de itak dressing of the kaskri fa papira giura isem ko bai ma fina no wa moni fa kondre fa yosem ko bai dressing ne ap mi kis malaria di mi konja so delek no malaria di mi de me plache di mi skin me sha plache gurun
sabi bakadat me bekis ook fears des asi kisi kimi de jaite no wan no as manelu kof mi no as manelu mada orga a orga sabi sabi senigo dat si de manelu kof next de man na telek pe de besena afkati gimi tanga dape bakadat mi no yere next su de mamoro de sa plan sa mi shit de mabe abinafu tega afkati wa de manga afkati etak wantal sa mi nefos ya de man Sabi first time dema tega afkatif tegi law tegi mitak mek mitak I'm scolder dati demang send me konja dati demang panang a on suk tap demang wat ina first la a process verbal sami serif skrivi a statement mi skrif tak mino scolder reform tegi mino scolder tap sama tegi mitak na khudera me pengifat no na drugs lain yes Mano na afkati te roko na nga man sa machine. Sa mo werken tak eh, sora man tak me katakas da investigation stop tap de man. Des de mano next de mano luko du gimi ja. Sins mi doro ja mino for sta next na mim sa famenya en yano de jaso. Na perdi na kwa kade ma isen kong ina strafu jana. Kwa katra mana intos baki de nya ja. A populasi bigi. Har mu de jaso ina strafos ko drama is ko banga yefi na na piki mine wa pika ma wa def ni pika man mine first tato ngo sobo man kagi wa man kiri amana wali fo lang man ex no sana nga man ma nek moto jamoro na ehe bidi sama ja es me begi lanti Hallo. Ya, wat eigenlijk mi tak nanga ambassadeur fu Ghana, mevrouw Fidelia Grand Gallon. En as man leg uit taki a de wel bereid fu ko lukiu mam kis opdracht fu a ministerie fu buitenlandse zaken. Want ambassadeur fu Sranano dag Nigeria hè. Dus am kis toestemming dus we proberen fu seta toestemming dati want wis Saibes a dusrefi, yun a wansra na mang, en yabif kiswa bohandeling. En natulet, wi osuku fa, temenste wan brifikal doro a minister fu buitenlandse zaken, fu de kaman kan luku fu kan setwa sanif tok a ambassadeur fu Ghana kako lukyu, en temenste sorgu fu den voorsieninga. Isabito, maar ik ben vertel me ook dat ik je voor advocaat van Nodu, want waman wan jepiu, want je tak je de onschuldig. En waman de dapesa wan jepiu. Toch? Sumanama? Ama sa wan jep mi na wa afkati. Ama beko lukumi ja zo. Ama beko lukumi, ama temi takakafal ja. Mi bewin so wan torik ba, in wa hukar baru. En amas cawang sani ko gimi wang for bill fadoshe sama bebini amatak tab de khabit sami wan feti giu na meg de magi wang option of fine wang buta wata kondre jaye pai wang buta dan lusu of de mang esaka astrafu fiu wan ino sab ina sanja ino sab tak na driksi bejari of de malusi tab de pente da tama roko wa de mano gimno wans fertale de man josh me precis le kwa mafu a kondre jaso no wa fertale a afkati sa de mabe sen gimi de man fa orga de man mek sa mo werken a afkati fu deceive me fu low me tak mek me tak miskolda ma in mi statement a de doide lak miskrivi tak e mino sapno minus filter isabi yeah. Isa afkati baba ma nomor ama de bare tu yep mi isabi and I'm first dirimun doro ayepi jamu kowan October tramun 20 na dirimun fu adjustment and I'm go take ala de adjustment na akru tu osogba amang e wakti yepi fu sma of sma de bare tu yep mi fu afkati kanggo tapa uher baru. Ma sosie. Ya, me bakrei bi proses mu start fos 20 Oktober. Ma sot yepi. Sot yepi de fanodu. No de yepi sa de fanodu na nya sani drengan. Nya sanu de jana homes ma misi de jak ba fu nyang. Homes ma
zijn niet juist zo. Maar ja, maar dat is... Dat ik als het pas naar een ambassadeur, dus dat we proberen te zetten bij nu. Maar ik bedoel over een advocaat, toch? Ja. Samupsa, want in ben je een paar advocaat? Ja, mijn paar advocaat, ja. Maar dat ik voor start dat proces, maar op 150 duizend naira van nu, dat na voor start dat proces. Maar om een dollar ongeveer dat die, om een US dollar ongeveer dat die. 150 duzu naira in contact. No, de akkoers ja zo na 755. Telek 800 naira, 1 US. Dus if me berekenen, heb ik 100 zoveel US. 120 of 130 US. 130 US dollar? Ja. Yeah. 130 US dollar, ja, bij van Oudu, voor Amakayepi? Ja, van mijn start-up proces. Voor hoger beroep. Dat de attendoro dat de asani gawu beroep dat de rector luke en dat de senkaru dat de senkaru fos dat die dawan tramoni mu pay fu a proces refidis a tramoni dat minos ap omen dat ano betay mi de satay mi tak asma sa ot na gimi na inga asma dat otak moro fara ano ono fu start a proces na moni dat a fanu 130 US dollar. Ja. Okay. En jouw man nga de smafie, noma booste op tap a moment disi? Wel, a moment disi, mi ik moet uitwaan gesen, mi na laaste wang mi mag dirisa, wang af den sref, puta kasma sref, de wang pusta kasma is siki. Mi ma na wang ouro vrouw, na a pension sa ikisi bena, noma siki, na noma nyan sref hangi. Dus Mino silek do ma yep mi na situasi jaso. That make me me kala sud mo itif kusra na here misting. Boy. Ja. Eigenlijk ja, maar eigenlijk hadden 30 US dollar de nodig no de fa proces kan start tenminste. Want voor 20 oktober am start. Ja. 20 Oktober dan ada remunda asano forfal. A proses fa appeal of forfal. Suma iwan dua baru fuka yepi na tori di sini. Apa aku si presi niwa aksi pardon moto panai situasi sami deja sabsta mar strana srefi sabi mi apwan skon rekord da pe noit mi nogo astrafu na mi srefi na fos lisi in mi libi sami sens mi da gronta pu mi ko astrafu en na in wan trakondre asani a ammu ilag gimi des mi aksi pardon na asama live na agralanti pana fa president vice president dan alat de trawang mi wan duwan baru kap AFP, Excellency, Ronnie Brunswick, Fasag. Langawang anu gimi, potuang wabungur tu, na ministeri, fusen wang briefing, so dat mi kakis siepi. De facilitator. Ne aksi, pabrafu fa yep mi. Ang asama yep mi. Ina situasi sami deja. En amuni? Yes. Fasa senamoni lukwa fasi senamoni fu yep minanga afkati uktu. Yeah. Afkati amoni fa afkati. Aksi a afisa president fa kayep mi. Yeah, makani wasma dina samali fi uktu los fa afisa president di beka. Yeah, los fa sika. Yes, los fa afisa president ini wasma sagado me eri asma ati opoint ati fu yep mi. Meka yep mi na situasi sam deja wan te fi mi kondre mi bede ano bude so ma jaso no wan nya no de en a moni sambe aba mi skin so era de ma te kamoni de ma te kamoni de ma bank mi jaso ondre moni de ma te kamoni pura mi ano de ma bank mi jaso no wan nya no de deja na kade hor mit na pu a presija a situasi era Ya, yeah, this ini wa trust ma ina sama living.
bal fa pay 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 loss of pay pay na ngalanti ini wants pa ina family fin sa ere a asanja ka pa radio and a one lang awa ano may katek contact na ngayon apra yeah. A process wa afkati okto ya ma 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 no man evim feninya what we talk over what eerste sa ni nono de inya i wap nyang ale so santi fa 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 bevo it was more yep one was missing what epko ja taki fa u ka stored money gi tak i ka feninya i ya bua ide well so maybe takanga wa to sma okto mar money no ma kofu Western Union rian na nga MoneyGram na kongreja wa de taki a kongreja a politik issue and a kongreja ta brakale isa kongreja na wa korupsi kongreja wa susa de prese taki wan sma bewango pot wa money gi migba and ala de prese da pede sma wa kalongu and ala de sanat mi yere mar mira sabi if lanti a kwan fasifa money kan konja ma eigenlijk a beste a beste no no de a beste no no de na a briefie sa om sien go na minister fu buitenlandse zaken zodat a kan gi mevrouw Fidelia fu Ghana bijvoorbeeld opdracht fu kan komitio na Nigeria en zo so, wai kan ma du fa advocaat he wat die besena at a nummer fa advocaat ko gimi de maka onderhandel gewoon na advocaat rechtstreeks dus ya me betaka afkatik ba ataki sulang ada ma underhand ma ala de ste ko de namang ready ready mana mai wakta mo ni full start up proses ma ombotrobar a advokat dat de ombotrobar tak efa mo ni go namang amang o start up proses abotrobar am afkati ja famiko sabbe ya pine share am tena haraja so mhm mesi de malik pine share am tena rama de mai kade mo antara ya de ma ja en of de mana wa uru ma sado pie pis ma ja so fu lusu es a yepiu e kona ngam problema ma mai yepiu bakale yu na wa afkati okay ena mata ke nga afkati ja roko me yari ba ena dora mang ne ko saba afkati afkati ko lu komite ja ja mi de wan de brief commit mi tak afkati e karma fesi ni goma afati taki mi le xama et sana a situasi ma tak so wan kis u me be winen ba a kis sui ja wini na amoni de fano udu ok mar de sabo tro bar hey de wel ya de sa atram a ma sa daro ko ja so sa lob daro ko ja so na ma sa saba afkati moro bu e na afkati apo ban ok is inwa sanda ma e fola if I love among adoro si yeah boy adoro fi moeilijk maar mi denk dat ki next no moeilijk in a grond tapu ja wispef grond tapu de me hoop dat ki wa olusu kakong natuurlijk wo me gebruik voor a gelegenheid voor suku de bronnen nangading instanties voor ka jepiu want Eitenel Gunas Ranaman, je moet eruit. Tenminste, ook toe of je nou de schuldig tak, in elkaar tot 13 jaar onschuldig naar een presie. Maar, mag je laatste woord? Dat je een doel aan beroep op een samenleving, like vijf bij de bana VP naar de Sani. Dat ik denk dat ik ook een tapa interview, maar mag je kans aan ruimte in de Walisie, fika richt je tot het Surinaamse volk en... lek fay bi tak na fipi khay kha okay khoda medar wala it Nigeria patako maximum person is not maner dada Lorenzo kale uru yere a life ba a situasi sa me bofen media da pa possible presine aksi pardon sapsa skuldo on schuldig me aksi pardon man, na akondre meng ego mami sabta ki asanja me on schuldig ha ini mami begi ibri serana mang sabta kali bi teranga da se ukti ma ibri was masa ati opo fu yepi fu potuan bay drahe bete yu anudoro poti me aksi lanti ukti gra lanti sa etira kondref
on a fait président et a bisonder vice président ou excellence Roméo Bani Bravo pour l'angawa en gimi yepimi le quoi bus contre boy c'est sabi and sabi alte tu bet na baka aparte la stelisis refi na manga en bet na kuina wagi in rangu et reye mek propaganda so me aksiwa yepik moto van Nigeria en Briwantra individueel Surinamer. Many thanks. Hey broer, ik wens je zoveel sterkte, mijn man. Meku brivet ak na interview disi. Mwan yepi kong. Horis refi tay. Horis refi kol. Nogo sukutro biyef. Yeah. Mwan sukutro bangay teke rustig. Ko hoop. En meku begi gado. Tak vanuit yeah. A overheid. Tenminste wan reaksi kon. Maar natuurlijk ook toerisme sa wan yepi. Dus dat vade uka bereik mi. Dat uka setuwa sa ni taki. I tenminste i kies wan rechtvaardige afhandeling voor atoridisi. Ja? Oké. Okay. Ik was aan de webel, broer. Oké. Brimita gado de inwerking. De doro opo. Zeker weten. Blessing. Ja, dat was live vanuit de gevangenis van Nigeria. Ja, zit je dus dan te kijken naar de situatie en een eigen Surinamang die op dit moment daar vast zit. Hij is echt ver van Suriname. En ik kan je voorstellen dat hij dus dan in een ruimte is met 40 mannen, 37 van die mannen. Hebben leven lang. En de madame is van de Libimoro. Dus jij die daar zit om iets uit te zitten. De Mauguayski, de Mauweriski. En dat gebeurt nu met deze jongeman. Hij slaapt op de grond. Mataki Alata Ilopsa Amang. En hij heeft niets te eten. Niets. Niemand kijkt om naar hem. Omdat hij een vreemdeling is in een land. Hij zoekt naar hulp. Hij vraagt de vicepresident om in te komen. Hij heeft 130 US nu op dit moment nodig. Om het proces op te starten, want er is een advocaat die aangeeft dat hij die zaak wel kan winnen. Want die jongen heeft geen tolk gehad, hij is gewoon behandeld als iemand van Nigeria terwijl hij van een ander land komt. En al die zaken zullen dus dan verder onderzocht worden. En de gelegenheid bestaat er, of de mogelijkheid bestaat er, dat hij dus dan op een of andere manier vrijkomt of minder straf krijgt. Laat ons kijken wat wij kunnen doen. Als u thuis zit en u denkt iets te willen doen, maak contact met mij. We gaan eruit. Dit was DTV live vanuit deze plaats. Over 10 minuten zitten leerkrachten hier en ze gaan praten over hun actie vandaag. Want vandaag zouden ze dus dan actie voeren. Het is, tenminste zouden ze een vergadering hebben. Het is niet naar wens verlopen. Maar later praten wij hierover. Je mag ook vragen stellen later. Dus blijf te kijken naar DTV. Hier is televisie kijken gewoon helemaal anders. En let wel, we gaan een opiniepeiling hebben. Dat wil zeggen dat we dus dan gaan kijken. Als we vandaag verkiezing zouden hebben. Wie op wie zou je stemmen? 24 september om 12 uur hebben wij dus dan een opiniepeiling hier waar je gewoon kan bellen zonder enig uitleg. Gewoon aangeven op wie je zou stemmen als vandaag dus dan verkiezingsdag was. Maar dat gebeurt op 24 september, precies om 12 uur, hier bij DTV. We willen kijken hoe Suriname denkt over de politieke partijen en op wie ze zou gaan stemmen. Dat gaat heel goed zijn. In de komende tijden zult u meer informatie krijgen. Het zal heel onafhankelijk zijn. Heel transparant zijn. We gaan mensen van de universiteit erbij hebben. Het zal een heel professioneel iets zijn. En we willen gewoon een opiniepeiling hebben. We willen weten waar de Surinamers zitten of staan. Ik ga eruit. Over 10 minuten praten wij met de leerkrachten hier. Tot zo.